Ik wil dus zeggen van, goed dat we er zijn. Laat ik beginnen met proberen te zeggen dat ik het best moeilijk vind. Nou, eerst maar even voorstellen dus. Ik ben dus Pierre Hulsebos. En ik kwam in deze mannenpraatgroep omdat ik van Sonja, wat dus mijn vrouw is, merkte dat het fantastisch kan uitpakken door bezig te gaan met wat zij dus deed in de vrouwenbeweging hier in Apeldoorn. Waardoor ik dus best dacht van, wat kan ik daarmee doen? He, wat kan ik doen met mijn dubbelheid als man? Die je dus gewoon hebt. Nou, zodoende. Reinier? Ja, jemig. Nou, ik ben dus Reinier. Tenminste, dat probeer ik. En dat is natuurlijk best niet makkelijk. Maar dan is het goede van mij, dacht ik, dat ik daar gewoon toch mee heb besloten om mee bezig te blijven. Ik begrijp heel goed wat Pierre bedoelt met die dubbelheid. Maar ik dacht dat je dan als man gewoon daarmee aan de gang moet, Pierre, met die dubbelheid. Ik bedoel, als ik als man gewoon niet bezig zou zijn met dat hele gegeven van gegeven het feit dat ik een man ben, dus niet bezig zou zijn met mijn man zijn en hoe ik mijn steentje bij kan dragen, aan de hele strijd die nu overal gewoon lekker op gang begint te komen, dan zou ik daar geloof ik ontzettend mee zitten. Vooral gegeven het gegeven van, je bent een man, dus wordt er, zus en me zo, dit en me dat, van je verwacht. Ja, omdat je een man bent, dat gegeven. Daarom moeten we, geloof ik, eerst heel helder zien te krijgen dat wij als mannenbeweging ons niet proberen in te likken bij de vrouwenbeweging hier in Apeldoorn. Dat moet voorop staan, geloof ik ook dat het erg belangrijk is. Dat wij als mannenbeweging dus eerst klaar moeten zien te komen met onze eigen dubbelheid. Dat moeten we voor onszelf helder krijgen. Ja, want mijn vrouw zegt bijvoorbeeld tegen mij, ik gooi het maar even op. Die zegt bijvoorbeeld, moet je luisteren, ik wil van jou wel duidelijk krijgen dat jij solidair bent als man met onze vrouwenbeweging hier in Apeldoorn. Mijn vrouw ook. Oh, gelukkig, ik zat een beetje mee. Ik dacht misschien alleen maar. Nee, maar pas op, ik geloof dat we dan op dat moment heel erg dubbel gaan. Van hardop zeggen van, ik ben solidair. Want mijn Sonja zegt dan, en dat is volkomen terecht, van wat moet ik met die bewondering van jou? Wat kan ik daarmee doen? Daar heeft ze niks aan. Nee, nee. En dan zegt ze, en dat vind ik prima dat Son dat zegt, van nou, kom jij eerst maar eens klaar met je eigen man zijn, Pierre. Maar daarom, Pierre, geloof ik dat er een ontstellende boel mannen rondlopen met diezelfde tweezaamheid. En dat juist in Apeldoorn, en dat vind ik het fijne, dat juist in Apeldoorn een mannenpraatgroep daarom is er ook waar dubbel bij mij, hè? Aan de ene kant was ik dus ontzettend masculien bezig, maar als je me in die dagen zou vragen hoe zit je in je eigen lijf? Dat wist jij niet. Geen idee. Nee, dat nou, ik wil dat echt bekennen hier. Ja. Het is pas een paar jaar geleden dat ik mezelf met een extra spiegel durfde bekijken van alle kanten. Oh ja? Ja, en dat ik ook zag van, jemig, wat heb je eigenlijk een mooie nek? Ja, maar deed je daar dan wat mee met dat gegeven van die nek? Daar deed ik niks mee. Daar deed je niks mee. Maar daar kon ik niks mee doen. Dus je laat zo'n hele nek gewoon liggen? Laat je gewoon liggen. Je ziet dat je een mooie nek hebt. Ik wist niet wat ik ermee moest doen. Eindelijk voel je wat je voelt. Precies. En dan nog kun je er geen kant meer op. Waarom niet? Dus ben ik toen bezig gegaan om die hele neukdwang eraf te schillen. En om al die heterostoom van de matzo fluitketel te halen. En toen ontdekte ik ineens, je kunt ook nog op een hele andere manier neuken. Tuurlijk. Je kunt ook neuken zonder dat klaarkomen. Tuurlijk. Je kunt ook neuken zonder dat nat. Zonder al dat nat. Ja, precies. Allemaal. Nou, ik zal je zeggen, erbij. Reinier, bij mij kwam er op een gegeven moment een moment dat ik zei van, ja, nou walg ik zo van mijn eigen klaarkomen. Dat had ik dus ook. Dat ik echt zei van, Toen ben ik dus begonnen met neuken zonder dat het klaarkomen van mijn kant overkwam als klaarkomen. Het is een beetje stiekem klaarkomen. Toen ben ik gaan neuken met Son zonder überhaupt klaar te komen. Dat is al een heel stuk fijner. Dan voelde ik me een stuk dat beter. Maar toch had je toch altijd nog achteraf van dat je bleef liggen met een ontstellende rugzak aan schuldgevoel bij je. Hoezo?
Ja, nou ja, het blijft neuken wat je doet. Het blijft neuken, dat is de best. Dat is de best, het blijft neuken wat je doet. Ik zal het je nog sterker vertellen. Ik heb gehad dat als ik een pornoboekje zag, of kocht, ik heb ze zelfs wel gekocht hoor. En een film waarin een bloot meisje zich uitkleedde. En ik voelde dan ook maar in de verte een stijve aankomen. Vond ik dat zo slap van mezelf. Dat gegeven, hebben we als mannen ten opzichte van juist de vrouwen zo ontzettend veel in te halen en goed te maken, dat ik zeg, nou, dan is een hele goede, mooie, eerste, duidelijke stap naar die vrouwen toe, is castratie, hoe lullig het ook is. Weg met die fascistoïde knuppels. Ja, helemaal met je dan eens. Dan maken we een duidelijk Reinier, gebaar. Ga helemaal met je mee, maar jammer dat het alleen niet in Apeldoorn kan. Hé? Overal geïnformeerd, om de een of andere lullige reden kan je niet gecastreerd worden in Apeldoorn. Nou, dat is weer typisch Apeldoorn. Er is dus geen castratie mogelijk. Moet je naar Enschede en dan de Duitse grens over. Waar dan? Waar moet het dan? Gronau. Nou ja, zeg maar. Zit Gronau. Een arts die het doet, zit ook in de mannenpraatgroep bij de Grune. Oké, nou, dan is dat toch iets om voor de volgende mannenpraatgroepavond, om dat gewoon pats op tafel te gooien. Hoe bedoel je? Nou, als er dan genoeg belangstelling is voor castratie, dan wil ik wel een busje huren. Dat we met z'n allen naar Gronau. Dan maken we tenminste een gebaar. Dan gebeurt het tenminste. Hey Piet Heijn. Hallo. Hallo Pierre. We zijn lekker bezig. Kom gauw zitten. Het is al 11:30. Een heel gek punt aangesneden. Ja, sorry hoor jongens. Ik ben een beetje laat. Maar weet je hoe dat komt? Het lag zo ontzettend lekker te neuken. En ik kon verdorie maar niet klaarkomen. 99% van de mensen zal altijd vlees blijven eten. En er is maar één manier om die vicieuze cirkel te doorbreken. En dat is het doorbreken van het laatste taboe. En dat is het eten van mensenvlees. En dat doe ik, geef ik eerlijk toe. En ik heb het altijd gek gevonden dat mensen wel tegen elkaar zeggen, ik vind je om op te eten. Maar dat ze het niet in de praktijk brengen, heb ik nooit begrepen.